Dit is mijn boekhandel en sinds we meedoen met de proef mogen we hier alcohol schenken. Volgende week vrijdag hebben we een feestje met DJ's en dan gaan we dus ook het bier koud leggen en het dak gaat eraf. Maar u bent een boekhandel, waarom moet u alcohol schenken? Ja, waarom niet? Deze boekhandel doet mee aan de inmiddels beruchte proef met blurring. Het vermengen van traditionele retail met horeca. Bijvoorbeeld de opticien die een biertje schenkt. Alsjeblieft. Of wijnproeven bij de kaasboer. Volgens de geldende drank- en horecawet mag het niet. De proef is dan ook een toorn in het oog van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Maar er zijn meer tegenstanders. Alcohol. We drinken het bijna allemaal. Dat is misschien niet zo verwonderlijk, aangezien het niet alleen lekker smaakt, dan moet je er soms even aan wennen, maar ook een fijn gevoel geeft. De stof ontspant, maakt ons zelfverzekerd, optimistisch, vrolijk en sociaal. En toch is alcohol, na het roken van tabak, de belangrijkste te voorkomen oorzaak van sterfte ter wereld. En nu kan je in deze boekhandel ook gewoon een wijntje krijgen. Ja, dat is jammer, want alcohol en boeken hebben niet zoveel met elkaar te maken, behalve misschien met mijn boek. Maar dat is onhandig, want als we alcoholgebruik naar beneden willen brengen, en ik denk dat dat voor de individu en voor de maatschappij van belang is, dan moet je juist het aantal uitgiftepunten verminderen. Hoewel we niet tot de zwaarste drinkers van Europa behoren, houden Nederlanders wel van een glaasje. 80% van de bevolking drinkt. Zo'n 10% is een overmatige drinker. Voor mannen geldt dat vanaf 21 glazen per week, voor vrouwen vanaf 14 glazen. Maar hoe schadelijk is alcohol eigenlijk? Alcohol is de meest schadelijke drug, moet ik eigenlijk zeggen, die legaal of illegaal verkrijgbaar is. ...34 gemeenten, waaronder Amsterdam en Rotterdam, doen mee aan het blurring-experiment. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag, burgemeester. Goed je te zien. De burgemeester van het stadje Oudewater trekt de kar. Wat nodig is, is dat de drank- en horecawet een update krijgt. Die is echt gedateerd. We hebben te maken met een gigantisch verschil, nu wettelijk, tussen horeca, winkels en slijters. Terwijl in de praktijk al jarenlang het zo is dat ook winkels af en toe alcohol verkopen, neem de wereldwinkel. En het gebeurt ook wel dat slijters proeverijen doen. Dat gebeurt al jaren en daar willen we iets meer ruimte voor, zodat ook de ondernemers meer kunnen ondernemen. Ja, dit is echt heel erg, ja. Het standpunt van de burgemeesters ten aanzien van de drank- en horecawet is een beetje merkwaardig. Veel gemeenten hebben jarenlang gestreden tegen alcoholgebruik, vooral bij jongeren. En nu gaan ze opeens alcohol een veel ruimere plek geven. Dat is een heel merkwaardige ommezwaai bij burgemeesters. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een van de 11 opstellers van een manifest voor een veel strenger alcoholbeleid. Ze willen hogere accijnzen en minder verkooppunten, zonder blurring. Dat kunnen zij vanuit hun eigen belangen zo vinden. Maar wij hebben een algemeen belang en we hebben ook te maken met ondernemers die graag willen ondernemen, met consumenten die graag willen consumeren. En wij moeten een algemene afweging maken van al die belangen bij elkaar. En dat blijkt niet altijd gemakkelijk. Gemeenten moeten sinds 2013 in plaats van het Rijk de drank- en horecawet handhaven. Ze moeten bijvoorbeeld zorgen dat minderjarigen geen alcohol kunnen kopen. Sommige gemeenten doen het goed, maar je ziet het ook in nogal wat gemeenten fout gaan. Dat betekent dat met name letterlijk de burgemeester zich bemoeit met de wijze waarop de inspecteurs te werk moeten gaan. De ene keer zegt hij van nou laat die plek maar een beetje zitten en die plek moet je aanpakken. Dus het bestuur bemoeit zich eigenlijk met de manier waarop toezicht wordt gehouden. Ook de lokale bakker mag nu alcohol verkopen. Bij een kerstpakket bijvoorbeeld of in een zakje Oudewaterse delicatessen. Nou heeft u ook een koffiehoek. Kan u zich ook bedenken dat u misschien op een gegeven moment daar ook een borreltje gaat schenken? Het is een mogelijkheid die er natuurlijk wel in je achterhoofd blijft, maar is niet onze doelstelling. Het zou mogen. Het zou mogen en dat is natuurlijk op zich heel fijn. Of de proef omgezet wordt in beleid hangt af van de Tweede Kamer. Die begint binnenkort met de evaluatie van de drank- en horecawet. Critici vinden dat het kabinet de afgelopen jaren veel te weinig heeft gedaan. Ja, maatregelen die de problematiek doen afnemen zijn vaak niet populair. Het betekent dat je toch meer voor je drank zult moeten betalen.
Dat de reclame moet worden beperkt. En dat betekent gelijk ook dat ondernemers dat helemaal niet leuk vinden. Er zijn veel krachten, veel maatschappelijke, economische krachten die zeggen van laat dat nou maar zitten. Ze moeten doorpakken tegen grote belangen in. Hoe streng is het Nederlandse alcoholbeleid vergeleken met andere landen? We zijn eigenlijk helemaal niet zo streng. Een land als Frankrijk bijvoorbeeld, waar toch altijd voor gedacht, nou daar wordt maar over gedronken. Daar is het heel streng. Reclame is daar veel strenger gecontroleerd. En sponsoring van sportevenementen is volkomen verboden. Nou weet het onderzoek dat sponsoring heel schadelijk is voor vooral jongeren. De associatie Sport en Drank is heel sterk gelegd. En als je dan het Holland Heinekenhuis even als voorbeeld neemt, dan is het eigenlijk absurd dat we als samenleving, dat we als Nederland Heineken zo'n prominente rol geven bij de Olympische Spelen. Het is, andere landen vinden dat ook heel bizar dat wij dat doen. De Partij van de Arbeid stelde voor om dit soort sponsoring aan banden te leggen. Maar minister Schippers van Volksgezondheid zag niks in dat plan. Ik heb het niet in de winkel. Ik zou het wel kunnen bestellen, hebben we het dinsdag. Terug in de boekhandel. Niet iedereen zit hier te wachten op een boek met een biertje. Het lijkt me niet zo nodig om alcohol te gaan schenken bij andere winkels dan een winkel die speciaal voor alcohol is ingericht. Ja, nou, ik vind het een leuk initiatief, maar ik denk niet dat ik er gebruik van zal maken. Bij een feestje vind ik het sowieso leuk, maar straks als we ook de winkel verbouwd hebben, hebben we een soort koffieroom erbij. En ik kan me voorstellen dat mensen het 's morgens heel leuk vinden om een kopje koffie te drinken en een taartje erbij te eten. Maar 's middags willen ze misschien wel een schaaltje nootjes met een glas bier of een glas wijn. En dan kan dat, wat mij betreft. Wat mij betreft wel, ja. Nu bent u SGP-burgemeester. Is het vreemd voor u om te verdedigen dat alcohol makkelijker beschikbaar moet komen? Ik ben burgemeester voor iedereen. Ik roep de overheid op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ze weten nu donders goed dat alcohol slecht is. Slecht voor het individu en slecht voor de hele maatschappij. Dus doe wat werkt. Verhoog de accijnzen, verminder het aantal uitgiftepunten en verbied reclame.